Met grote getalen aanwezig, fijn allemaal. Burgemeester, Merel, hartelijk welkom. Onze leden, onze gasten die er zijn. RTV Eemland, de Baarnse Krant. Het kan niet op. Deze tentoonstelling uit de hoogte in foto's en kaarten. Dit is de finest hour van onze coördinator van deze tentoonstelling, Theo van der Bos. Hij heeft daar natuurlijk toch jarenlang naartoe gewerkt. Nu hebben we het eindelijk allemaal hangen. En dan kunnen we zien hoe Baarn ontwikkeld is en gegroeid is. Het is een machtig interessante tentoonstelling. Hij heeft dat natuurlijk niet alleen gedaan. Ton van den Oudenaller en Jan Volland hebben bijzonder veel energie en met tomeloze inzet deze tentoonstelling weer van de grond weten te krijgen. En op de achtergrond natuurlijk Paul Kuizinga, die alle techniek voor zijn rekening heeft genomen. Ik geef nu het woord aan onze burgemeester. Dank u wel. Nou, ik vind het ontzettend leuk om vandaag de opening hier te doen. Toch weer een hele bijzondere tentoonstelling. De laatste keer dat ik hier bij een tentoonstelling was, toen hing ik hier zelf ook. Dat was helemaal een bijzondere. Daar was heel creatief iets van gemaakt. Maar wat mij opvalt in de relatief korte periode dat ik hier nu als burgemeester mag zijn, is dat er ontzettend veel activiteiten zijn hier bij de historische kring. Ja, ik vind het onderwerp Baarn uit de hoogte. Ik zag in het persbericht ook van alles daarover staan wat je daarbij voor kan stellen. Maar het is natuurlijk wel heel actueel. Kijkend naar de serie bij de VPRO, Nederland van boven. Wat natuurlijk ook een prachtig indruk geeft van Nederland. Hoe het was en hoe het is in de loop der jaren. En dan is het wel heel leuk dat ook hier in Baarn we een dergelijke tentoonstelling hebben. Heel veel succes met de tentoonstelling en u allemaal heel veel plezier met het bezichtigen daarvan. Yo! Ja, in ieder geval één. Maar dat vind ik eerlijk. Ja! Yo! Ja! De expositie Baarn uit de hoogte. TV Eemland neemt de heer Ton van den Oudenalder van de historische kring Baarn mee om een interview te houden boven dit prachtige dorp. En hoeveel vrijwilligers zijn er werkzaam bij de historische kring? In de oudheidkamer van de historische kring zijn er een 15 werkzaam totaal. In de totale historische kring zijn dat er, ik denk zo'n 25 alles bij elkaar. We hebben een werkgroep archeologie, we hebben een werkgroep oude begraafplaats, we hebben een werkgroep oudheidkamer. We hebben een werkgroep die zich bezighoudt met ons tijdschrift Baarne. En die zijn allemaal zelfstandig opererend onder een algemeen bestuur. En daar zijn altijd vrijwilligers bij nodig. We hebben er gelukkig veel, maar een aantal extra zou geen kwaad kunnen. We zien hier links direct naast de snelweg. Zien we het industriegebied liggen waar Nijhoff zijn vestiging heeft. Ja. We zien daar de rotonde van Escher. Met het grote concentrische ringen daar middenop. En daar rechtdoor lopend zo de Amsterdamse Straatweg. En hier links, zo langs de snelweg, de Drakenburgerweg en de Geerdeweg. Ja, want ik heb ook, de historische kring heeft ook aangegeven dat er een bepaalde grens was. Hè? Dat wat nu... Raad maar wat hoor, maar klopt dat ergens een grens waar we dan... Ja, je hebt de grens tussen Hoog en Laag Baarn. Ja, waar is die? Dat kun je heel goed zien, dat is op de Van Heemskerklaan. Ja? Heemstralaan, laat ik het goed zeggen, de Heemstralaan. Ja? Zo Eemnessenweg richting de Brink.
Als je daar kijkt naar de huizen die daarop staan, aan de rechterkant richting Brink kijkend, al die huizen staan wat hoger. Dat is een oude zandrug uit de ijstijd. Daar is opgeworpen. Daarom is dat ook het hogere gedeelte van Baarn. Okay. Hier links beneden zien we nu de watertoren bij de Sophialaan. Daar zien we de kerk staan, Pauluskerk op de Brink, met links daarnaast het gemeentehuis. Dan zie je hier links beneden zie je nu dat Lego-dorp. Oh ja. Zo mooi half rond zo. Daar vliegen we nu overheen. En dan komen we zo weer uit bij de Drie Eiken. Het industriegebied de Drie Eiken hier links onder ons. En het sportpark. Met de tennisbanen van de Geren. Ja. Dan zien we hier zo links heel lang zo parallel aan de snelweg. De Drakenburgerweg en de Gerenweg weer. Hartstikke leuk, want dat zie je nooit, hè? Dat is zo veel bos. Over de spoorlijn naar Hilversum. Ja. We zitten nu boven het bospad. Ja. Links onder ons ligt het bospad. Daar beneden is het oude badhotel, Julianalaan, torentje van het badhotel. Ja. Prachtig boek verschenen over de torentjes van Baren, staat ook dit hotel in. Nu is het een appartementengebouw. En hier links zie je dat ze bezig zijn met de grote kom, om die helemaal opnieuw te van zand te voorzien en zorgen dat die niet meer lekt en zo. Perfect. We gaan nu over het Barens Lyceum heen, oh ja, dat is hier ook links leuk. Onder ons. Ja. Ja. En komen hier zo bij die nieuwe woonwijken, de laatste wijken van het Eemdal. Hier links de begraafplaats, direct onder de vleugel. En hier onder ons zo, richting Eem, loopt de Praamgracht, die dus in de Eem daaruit komt. Ja, want van wanneer dateert dit eigenlijk het Eemdal? De eerste wijken Eemdal zijn al gebouwd zo rond de eind 60e jaren. En dat laatste gedeelte is een jaar of 5 geleden neergezet. Oké, dat is dus de Zeeheldenbuurt. Ja. En zo langzaam en zeker al die Eemdal 1, 2, 3, 4, 5, 6. En het IKEA-dorp. Ja. En waar is nou het Rode Dorp? Het Rode Dorp is hier... Bijna, daar komen we zo langs. De Rode Daken, dat is het Rode Dorp met in het midden die zouten drop. Daar de daken wat grijzig zijn. Kijk, op die... Hier heb je de katholieke kerk, de Nicolaaskerk aan de Kerkstraat. Met de school daar tegenover. Oeps. Kijk uit, hoor. Wauw. Leuk hoor. Ontzettend aparte... Die huizen zijn best wel heel karakteristiek, ja. Hè? Wie is de architect? Ik krijg een beetje licht in mijn hoofd. Dat kan ik niet vertellen, dat weet ik echt niet. Oké. Okay. Ah, zo is dat. Maar het is wel een beschermd dorpsgezicht geworden, 2 jaren geleden. Ja, het gaat goed, maar we even weer zo gaan. Werken even wat anders. Dit zijn de oude polders natuurlijk, die al van ver uit de middeleeuwen, ver daarvoor eigenlijk al stammen. En die tot eigenlijk 1916, bij hoogwater in de Zuiderzee, onder water stonden. Okay. Het is ook niet voor niets dat er naar Eemnes loopt dan de dijk. Hè? Ja. En dat was ook de dijk om tegen te houden dat het water in Eemnes terecht kwam. De Wakkere Dijk. Ja. En aan de andere kant hier bij Baren lag dus naar achter de Eem ook nog een kleine dijk. Die zorgde dat Baren droog moest blijven, maar dat ging ook niet altijd goed. Op een gegeven moment is het zelfs zo hoogwater geweest. Dat er ook water in de Laanstraat stond. Ja, vandaar ook de opmerking dat er zelfs natte voeten gehaald kunnen worden. Ja, dat kon heel goed. Waar jullie het ook over hebben. Dat kon heel goed, ja. Ja.